Uiteindelijk maken we allemaal zelf ja. onze keuzes. Maar hoe bewust? En dat ja. is, uh, ja. dat is ik... vaak de vraag. We komen allemaal in de kist te liggen. En uh, dat moment voordat je in die kist ligt, dan kijk je terug naar je leven en één ding moet je niet hebben, en dat is spijt. En dus ik probeer al om heel mijn leven heel erg bewust te zijn om vanuit liefde mijn acties te doen, en dan merk je ook dat liefde niet liefdoen is. En soms acties te kunnen ondernemen voor je kind. Die Wellicht voor dat kind op dat moment niet helemaal leuk of lief lijken. maar op de lange duur wel lief te blijken. Liefde, liefde is veel en veel dieper en overkoepelender. dan alleen maar de buitenkant, wat je in eerste instantie ziet. Vanuit de gedachte dat het beeld van de martelaar sterker is. dan het beeld van de beul, om je dan toch maar gewoon eh, klappen, klappen in ontvangst te nemen. Want ik geloof namelijk dat de systematieken van dit leven waar we een deel van zijn. Dat je, ...dat je die niet kunt, uh, kunt om, omzeilen. Ik geloof dat ieder mens dat een ander mens kwaad doet... ...dat daar automatisch al een gevolg aan zit voor jezelf. Ik heb voor mezelf wel uh, het geloof dat helemaal niets zomaar voor niets gebeurt. En daarom dat ik ook heel erg uh, gefocust wil zijn op mensen die in mijn leven op mijn pad komen... ...want die hebben mij een boodschap te bieden en ik hun misschien wel. Hier praten wij over de vergeten belang van een stabiele maatschappij en verloren kracht van een gezonde burger. Vandaag heb ik bij mij op de bank zitten. Raf, de knuffelveteraan. <laughs> ik ben heel erg blij dat hij helemaal naar Amersfoort is gekomen en ik kijk er naar uit uh, om jou verder te leren kennen, Raf Jansen. Welkom in Amersfoort. Ah, dankjewel, je ik, ah. ik vind het heel fijn om hier te zijn. Het had zelfs al een keer eerder bijna gebeurd. Ja, Waren het niet bijna. Dat, uh, <laughs> dat ik geveld was door een griep. En uh, nee, ik vind het ook heel fijn om hier uh, bij jou te mogen zijn. En ik hoop dat uh, dat we een heel prettig vrij gesprek zullen hebben. Leef je uit. Je mag zeggen wat je wil <laughs> <doen> zeggen. <laughs> maar ja, vooral vrijheid is toch wel een hele belangrijke uh, uh, rode draad. Denk ik in de afgelopen tijd. En ook sowieso in jouw leven. Dus ik denk ja, dat, uh, ja. dat vrijheid dat, dat, uh, vaak naar voren zal komen in de gesprek. <laughs> denk ik ook. <laughs> ik vraag altijd met een hele cliché vraag. Hoe beschrijf je jezelf? Wie is raf? Wie is raf? Yes. Um, Raf is in eerste instantie een, uh, een mens, die bestaat uit een lichaam. En daarin uh, woont, woont de ziel, die uh, blijkbaar Raf genoemd wordt door iedereen. Ooit eens een keer die naam gekregen toen ik geboren werd. En uh, Raf bezit in zijn hart bezit hij een uh, stemmetje. En uh, die stem noem ik mijn geest. En uh, die probeer ik zoveel mogelijk na te luisteren in mijn leven omdat ik heb gemerkt dat als ik naar die stem luister, dan levert het, het mij het meeste op. <laughs> Qua gevoel in mezelf. Dus, ja. Uh, en uh, ja, wie ben ik dan verder? Dan, als mens, ben ik uh, geboren in Breda. Uh, geboren en getogen. Ik woon er ook weer. Wel een paar jaar ergens anders weg uh, verhuisd. Ik uh, kom uit een gezin met uh, twee oudere zussen. Dus ik had eigenlijk drie moeders als kind. <laughs> Misschien dat daar ook al een beetje mijn gevoel voor vrijheid uh, vandaan komt. <laughs> en, uh, en ik ben gewoon, uh, gewoon naar school gegaan en gewoon gaan studeren. Ik wist bij God niet wat ik uh, moest doen. Toen werd ik uh, opgeroepen voor dienstplicht. Want in Nederland uh, bestond nog de dienstplicht. Dus, uh, was het ja. voor iedereen? Ja, nou niet voor iedereen. Het was uh, volgens mij uh, als je. Uh, het was alleen voor jongens sowieso. Die, uh, die waren dienstplichter. En uh, volgens mij was er ook zoiets als een, als een, als een, als een broeder dienstplicht. Dus als je één of twee broers had die ook al in dienst waren geweest, dan hoefde jij niet meer. Maar ja, ik had alleen zussen. Dus, ja. <laughs> dus ik, uh, ik, uh, ik ging uh, voor mijn dienstplicht op. En uh, ik, ik geloof eigenlijk helemaal niet in, uh, in uh, legers of in uh, 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 wapens. En. en, en, en dat, dat, dat mensen middelen hebben om elkaar te onderdrukken en dergelijke. Maar ik had wel zoiets van, nou, je bent dienstplichtig, dus dan, ja, dan doe je je plicht. Alleen ik wilde het wel nuttig invullen. Dus ik kreeg toen in een gesprek met de keuringsarts... maakte ik duidelijk wie ik was en waar ik voor stond en waar ik in geloof. En die had ook zoiets van, ja, weet je, wellicht is het wel een idee als je... Uh, vrijwillig aanmeldt voor een humanitaire uh, uh, missie. En uh, dan zorg ik dat je op een goede plek komt, zegt hij. En uh, ik had een heel goed gesprek met die man en ik had ook zoiets van: ja, dan kan ik mijn dienstplicht in ieder geval een beetje nuttiger indelen. Uh, en uh, die, uh, ja, die man die heeft me dus uiteindelijk ondergebracht bij de geneeskundige troepen. En daar heb ik een, 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 een verplegersopleiding gekregen, in eerste instantie ziekenverzorger. En. Uh, uh, toen ook een VN-training erbij. En toen hebben ze me uh, uh, gestuurd naar Srebrenica. En daar heb ik een, uh, een half jaar gewerkt in het uh, veldhospitaal in uh, Portochari. Samen met Dutch Bed 2 en 3. En uh, ik zat dan bij uh, Support Command. Dus zeg maar het support van die mensen die daar zaten. En uh, daar te plekken bleek dat er een enorm tekort was aan, aan, aan verplegend personeel. En uh, dus, dus hebben we me daar eigenlijk de plek een beetje opgeleid als IC-verpleegkundige. Oké, okay, dat wist uh, ik niet. Ja, ja dat, dat ze zeiden ook meteen: af, straks als je terug in Nederland bent, vergeet het maar snel. Want uh, hier moet je minimaal acht jaar studie voor doen. Dan wil je okay. intraveneus gaan prikken en al dat soort dingen. Maar ja, nood breekt wet in die situatie. Dus. Dus dat heb ik gedaan en ik heb veel, ja, veel patrouilles meegelopen. En ook op OP's, er waren van die observation points, die waren daar. Daar heb ik uh, dan gezeten en dan was je de enige geneeskundige en dan moet je je voorstellen een mannetje van 19 die net in Nederland een beetje, <laughs> een beetje wat dingen aangeleerd heeft gekregen. En die dan de enige is met een, met een rood kruis en iedereen daar in die oh. hele omgeving die denkt van, uh, van oh jee dat is uh, degene waar we bij moeten zijn als, uh, als er iets, uh, oh. iets mis is met me. Dus uh, ja dan kom je in hele rare situaties. Ik, ik, ben, ik ben betrokken geweest bij mensen natuurlijk die, die, die neergeschoten waren en dergelijke, maar ook gewoon allerlei kwaaltjes en dergelijke. Maar zelfs ook, ook bevallingen en zo. Die ik, die ik heb moeten assisteren en zo. Man of everything. Ja. Dus nou, dat heb ik eigenlijk. Ik heb daar een heel goed gevoel aan over gehouden aan mijn tijd daar. Omdat ik, ik had me van tevoren eigenlijk maar één ding me uh, voorgenomen van, hey laat ik niet te veel potenties hebben in wat ik dan als humanitaire missie daar kan doen. Ik had zoiets van, als ik op één lijdzaam gezicht een glimlach kan toveren, dan is, uh, dan is mijn taak vervuld. Wow, wat mooi. En uh, ja, die is honderdvoudig, is dat, uh, dat ingewilligd. Dus, 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 dus die doelstelling had ik voor mezelf al wel gewoon behaald. En uh, uh, toen uiteindelijk is het, ben ik met een, een, een groepje van vijf, zes van mijn clubje als laatste nog de enclave uit, uitgekomen. Uh, wel eerst heel lang moeten wachten voordat we clearance kregen. Want ja, je zat in een eilandje midden in vijandig gebied. Dus wij moesten altijd door het vijandig gebied voor onze bevoorrading. Het uh, werd ook gewoon. Uh schoten En gewoon oorlog gaan. Ja, er was gewoon continu oorlog. Dat was, uh, ja, en dat, en dat, en dat wendt op de een of andere manier best wel snel. Mm -hmm. Dat is heel raar. Ja. Maar de mens is als water. En dat stond, stond ik daar ook al van te kijken. De kinderen die daar waren, die, 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 die toch gewoon kind konden zijn in die situaties. Weet je wel? en het was uh, dan het eerste, uh, de, de eerste keer dat er dus nieuwe troepen dan bij ons kwamen en die werden dan bij ons op de kamer gelegd, nou waar lekker slapen, En dan midden in de nacht werden we wakker gemaakt, dus, jongens jongens ooit dat ooit dat, en denk van ja wat dan wat dan, ja daar is, oh, ja dat is een mortieraanval weet je wel, kom op, zei oh ja dat, ja joh, dus hij is gewoon aan het schieten. Dat, oh. dat wen je gewoon aan. Oh, je bent dan een amateur. Je ja. bent wel. Ja. Maar uh, dus op die manier ja. ben ik, uh, heb ik daar gezeten. En uh, ja, wat ik al zeg, een heel prettig gevoel voor mezelf eigenlijk aan overgehouden. En uh, ondanks dat, dat hè, wat ik zeg, wij zijn als laatste groepje de enclave uitgekomen. En toen hebben ze de enclave hermetisch dichtgegooid en die zijn ze naar binnen getrokken. Dus wij zijn wel beschermd geweest voor dat leed wat daar toen op dat moment dan. Uh, nog plaatsvond, maar toen kwamen we terug in een Nederland waarin we ook gewoon eigenlijk, euh, eigenlijk een boeman werden euh, gemaakt. In de zin van dat ze, dat ze die jongens die daar zaten het kwalijk namen, dat ze ja, dat ze daar zaten sowieso. Er was een heel narratief hier in Nederland, dus echt erkenning echt, echt of euh, ja, dat kregen we niet toen we terugkwamen. Dus ik heb er ook niet voor gekozen om bij te tekenen bij het leger. Ik dacht in eerste instantie van, hé, hey, dat geneeskundige, dat is eigenlijk best wel, ja, dat, nee, dat, dat ligt me eigenlijk wel wat. Dus toen, uh, toen wilde ik daar mijn studie verder in uh, maken. En uh, toen ging ik wel nadenken van, ja, af, welke mensen vind je nou echt dat gewoon heel oprecht gewoon zorg gewoon verdienen en dat echt nodig hebben? En toen dacht ik al heel snel, oh ja, dat zijn of kinderen of uh, verstandig gehandicapten. Mm -hmm. dus, toen, dus toen heb ik een studie Z-verpleegkunde gedaan. Uh, Stalagent, ik heb de zorg. En toen heb ik daar een aantal jaar gewerkt. Alleen de muziek trok al zo erg aan me. Ik was al vanaf mijn twaalf was ik altijd al bezig met de muziek. En met computersmuziek en met, uh, en met synthesizers en keyboards. En uh, dat, dat trok zo aan me. En ik had zoiets van, ja, af, weet je. Uiteindelijk, we komen allemaal in een kist te liggen. En uh, dat moment voordat je in die kist ligt, dan kijk je terug naar je leven. En één ding moet je niet hebben en dat is spijt. Spijt ja. van dingen die, die, die je wel of juist niet hebt gedaan. Dus ik had zoiets van, ik, 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 ik wil in die kist liggen. In ieder geval met het idee van, hey Raf, je bent gegaan voor alles wat je, wat je voelde in je hart. Wat gewoon het waard was om voor te strijden. En uh, bij mij was dat dus die muziek. Dus ik heb uh, toch daarvoor gekozen en me helemaal daarop gericht en toen heb ik een, een muzikale carrière gekregen een leuk bedrijf, een leuke samenwerking. Hoe oud samenwerking. was je toen? Kijk, hoor, dat was vlak voordat mijn zoon werd geboren. Dus toen was ik 27 en ik denk dat ik dat besluit heb genomen zo rond mijn 24 of zo. Dus uh, eerst, eerst op een baantjes bij radiostations uh, en, uh, en daarna in platenwinkels en dergelijke. Ja. ja. Ja, en, ja, en, dat, en dat, uiteindelijk werd dat best wel succesvol. Ik, ik had leuke samenwerkingen in, in de zin van: ik maakte muziek en om me heen wilde iedereen DJ worden. <laughs> dat was toen hartstikke populair, dus dat was vaak wel een hele goede symbiose. Want, want ik, ik wilde alleen maar muziek maken en ik hoefde niet zozeer met mijn gezicht overal uh, op de podia. En ik werkte dan samen met mensen die geen muziek konden maken, maar juist uh, uh, dat DJ je zo ambitieerden. Dus dat was, uh, een, een, ja, dat was een hele goede symbiose vaak. En, uh, en, en, en uiteindelijk heb ik een, partners, uh, een partnership gekregen met een tweetal jongens. En daar er, en er hebben we een bedrijf uit, uh, is eruit voortgekomen. En uh, ja, dat maakte dat wij gewoon onze muziek gewoon lekker konden maken en uitbrengen. En dat was op een gegeven moment best wel succesvol. Dus ging heel de wereld over, van hot naar her, uh, overal Zo. optreden en alles. En, uh, en ik had het lekker op de zijkant veilig en hun <laughs> op het podium. En uh, ja, dat was een hele wervelende tijd natuurlijk. En... Uh, en het was eigenlijk dus tot twee jaar geleden was dat ook gewoon onze, onze dagelijkse bezigheden. Totdat uh, dus vanwege maatregelen ook uh, onze werkzaamheden helemaal gestopt werden. Want, helemaal? Helemaal, want er was, er, er was geen, geen uitgaansmogelijkheid uh, meer. En de muziek die we maken is echt, echt voor, de dan voor te dansen. Wow. Dus uh, ja, dat, ja, dat mocht ineens niet meer. Dus... Uh, ja, dat viel, vooral de jongens die dan draaien, die vielen wel in een gat daarin, uh, daardoor. Dus uh, kijk, en muziek maken, dat kun je wel altijd. Maar wat het allerbelangrijkste is van muziek maken, is toch ook wel gewoon geïnspireerd te zijn. <laughs> en uh, als je alleen maar muziek maakt en weet dat het nergens gedraaid kan worden, dan gaat, het al heel snel, uh, gaat dat al heel snel weg, die motivatie. Dus ik heb denk ik in de afgelopen twee jaar nog nooit zo weinig muziek gemaakt als in <laughs> de rest van mijn yeah. leven. Ja. Maar mis je, nou ik kan het geen frustratie noemen, maar mis je dat uh, gebrek van stimulatie niet? Ik mis het gebrek van uh, mensen die zich vrij voelen. Mm. Als ik kijk van wat, wat, wat is voor mij uh, bij muziek zo mooi, waarom, waarom, waarom boeit het me en waarom houdt het me bezig, dan heeft dat er echt mee te maken dat ik het sowieso magisch vind. Gewoon trillingen in de lucht die gewoon door een oor worden. ...omgezet naar, naar ja. een bepaalde belevenis en zelfs een bepaalde emotie kunnen opwekken. Je wordt bijna en... verliefd, toch? Ja. Je, je, je beschrijft het zo romantisch mooi, hoor. Ja. ja, maar dat, dat ligt er al aan de grondslag. En het feit dat mensen dan op zo'n moment, als ze die muziek beleven... ...dat ze dan zich ja. heel bewust zijn van het nu. Dat ze het nu ervaren. Dat ze niet bezig zijn met de zorg uh, van de toekomst of de problemen van het verleden... ...maar dat ze echt in het nu staan. Dus dat vind ik al wonderlijk aan muziek. En het feit dat ik er gewoon van kan genieten als ik mensen gelukkig zie. En uh, ja, voor mij is er bijna geen groter geluk denkbaar als gewoon iets wat jij creëert. Al is het gewoon in je studiootje in een donker hokkie. En, uh, en dat bied je dan een groep mensen. En die mensen die worden blij en die, en die, en die vergeten al hun probleempjes die ze misschien hebben met elkaar. Of vooroordelen, ze allemaal naast elkaar. Ze zijn daar op dat moment en ze beleven alleen ja. dat moment. Dus uh, ja, ja dat, dat miste ik wel heel erg. Ja. Ja, ik heb een ja. zwak voor muziek en het is ook mooi. Kijk, je zegt het. Als je kijkt in een uh, naar een da dansvloer, iedereen is aan het bewegen met ja. de ritme van muziek, terwijl dat iedereen een andere achtergrond heeft. Ene is gelukkig, andere ja. is verdrietig, ene is bezig met iets in zijn leven die heel vervelend. Maar op dat moment is iedereen die gaat met de flow ja. van de muziek en is allemaal ja, één. Dat, die, ja, die ja. brengt gewoon mensen bij elkaar. En als het klaar is, dan gaat iedereen weer terug naar zijn of haar dagelijkse bezigheden. of ellende of vreugde of mm. wat dan ook. Dat is mooi. Hé, hey, we zoeken nog steeds een hele mooie intro die bij onze oh, podcast past. <laughs> Wie weet, misschien nou. kan het dat voor je een inspiratie zijn of nog. Maar mm, je had het over oorlog uh, en zo. Ik heb ja. ooit ergens gelezen dat oorlog is tussen. Mensen die elkaar niet kennen, maar ze moeten elkaar afmaken mm. in opdracht mm. van mensen die elkaar mm. wel kennen mm. en ze willen elkaar mm. geen pijn doen. Mm. Hoe trist is dat? Ja, dat concept is verschrikkelijk. Het concept is verschrikkelijk, maar het geeft voor mij in ieder geval ook een beetje zicht in hoe sowieso bepaalde bevelstructuren werken. Want. Uh, uh, Vanuit wat wij dus doen, uh, en dan heb ik het over ons groepje in het Glid voor Vrijheid. Uh -huh. Waar ik ook een onderdeeltje van uh, mag zijn. Een ontzettend mooie groep uh, liefdevolle mensen die, die, die voor mij zelfs voelen als broeders en zusters. En uh, die zich dus ook op die manier. Uh, geroepen hebben gevoeld om iets te doen aan de onvrede die ze voelen op het moment als ze dus geconfronteerd werden met mensen die in hun ogen gewoon vrij uh, uh, hun wil uh, willen uiten en daar verder helemaal niemand kwaad mee willen doen. En als dat de kop wordt ingedrukt, ja, dat is ook een vorm van oorlog. Dat voelt yeah. voor mij ook gewoon diezelfde onderdrukking. Dus op basis daarvan het groepje wat we hebben, ja, wij in eerste instantie stonden we lijnrecht te te tegenover dan een ME-linie. Maar ook daarvan konden we ook begrijpen vanuit onze achtergrond. Van ja, maar eigenlijk zijn jullie ook een slachtoffer van, van het systeem waar jullie een deel van zijn. We snappen die bevrijdstructuur. Er is iemand die boven, bovenin zegt van zo moet het gebeuren. En dat wordt dan zo naar beneden doorge... Maar die keuze maken ze zelf, hè? Uiteindelijk maken we allemaal zelf ja. onze keuzes, maar hoe bewust? En dat ja. is. Uh... Ja. Dat is ik, vaak de vraag. Ik heb je eerste keer gezien. Het was gewoon op de dag van uh, 2 januari. En ik volgde de me nou, social media dan. Hm. Want er werd, al, werd duidelijk dat het was misgegaan. Er waren hm. mensen die werden gearresteerd. En dan, toen kwam jij. Want iedereen stond gewoon buiten bij de politiebureau, hè? En ze hadden zoveel pizza's laten bezorgen ja, 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 ja. dat het ja. gewoon zelfs werd aangekondigd: Mensen, stop maar met ja. pizza's laten bezorgen. We hebben te veel ja, hier. Ja. Jij kwam naar buiten en um, er waren allemaal mensen die met jou een gesprek wilden hebben. En je ging uitleggen wat er gebeurd was. En je, was, je had een glimlach op je gezicht, je had een rustige uitstraling. En je was aan het vertellen hoe vriendelijk jij binnen werd behandeld... terwijl dat je een dikke lip had. En dan dacht ik, oké, okay, dat vind ik heel krachtig. Dat je ondanks gewoon een zware dag... want het is niet voor niks om, om uh, de verdedigings of gewoon de linie moeten zijn tussen mensen die hun rechten willen... Uh, terug eisen, zeg maar. En ook mensen die dat... Uh, ja moeten ordenen voor hun mm. belevenis en jullie zitten intussen en jullie vangen klappen van beide kanten op en er zijn emotionele klappen eigenlijk want mensen zijn door emotie uh, gekwetst ze willen zich gewoon uiten mm. en dat je ook gewoon zo rustig en kalm kan blijven dat vond ik heel uh, Heel bijzonder. Waar halen jullie al die kracht vandaan? Hoe kijken jullie er naar? Wat voor trainingen of wat voor um, hoeveel werk heb jij aan jezelf gedaan dat je zo in je kracht kan blijven staan? Ja, voor mij persoonlijk is dat hè? ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring natuurlijk putten. Kijk, voor mij persoonlijk heeft dat heel veel te maken met, uh, met mijn geloof. Ik geloof gewoon in een God. Ja. En ik geloof uh, dat die God, als ik kijk van wie is dan die God, dan geloof ik dat God liefde is. Ja. God is liefde. Dat is die, 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 die scheppende kracht die alles voor, voor elkaar uh, krijgt. Mm -hmm. En als ik dan kijk naar van oké, okay, welke daden zullen dan net zo oneindig en, 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 uh, en niet verwoestbaar zijn als dan God zelf? Dat zijn dan daden vanuit liefde. En dus ik probeer al om heel mijn leven heel erg bewust te zijn om. Vanuit liefde mijn acties te doen. En ik denk, als ik kijk naar uh, die groep broeders en zusters, die we dan nu om ons heen hebben. Waarmee ik me zo verbonden voel, dan merk ik dat ze dat uiteindelijk allemaal als gemeenschappelijke deler ook hebben. Namelijk, ze staan er niet op omdat ze het zelf zo lastig vinden, al die maatregelen. Ze staan er niet op omdat ze zelf de behoefte hebben om, om hun mening overal maar rond te bazuinen. Nee, ze staan daar vanuit medemenselijkheid. Vanuit het feit dat ze zich in hun hart geroepen voelen om gewoon iets van positiviteit aan zo'n situatie te kunnen brengen. En. En als je dan alles vanuit liefde benadert, ja, dan, is, dan is de rust daar een heel vanzelfsprekend onderdeel van. Dus... Dat vind ik heel mooi, want je, je blijft in liefde en je blijft ook gewoon handelen, acties ondernemen, om de liefde uh, niet te laten vergeten. Bij heel veel mensen is in liefde blijven, betekent alles accepteren en niks doen. Wat nee, is daar het nee, verschil? Waar, waar ligt nee. de nuance? Nou, de nuance is bijvoorbeeld, wat je ook meemaakt op het moment als je het ouderschap krijgt, dan merk je ook dat liefde niet liefdoen is. Liefde is ook gewoon eh, bij macht zijn om verder te kunnen kijken en soms acties te kunnen ondernemen voor je kind, die wellicht voor dat kind op dat moment niet helemaal leuk of lief lijken, maar op de lange duur wel lief te blijken. Dus, 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 dus vanuit liefde kun je veel en veel verder kijken. En het is veel meer dan alleen maar liefdoen. Dat is voor mij ja. niet, niet liefde. Ik denk dat we het allemaal gehoord hebben van onze kinderen. Ik haat je, ik haat je. Ik wil je nooit meer zien. Ja, ja, ja. ja en ik maak altijd zo'n flauw grapje. Oh, mijn kids nemen het me kwalijk als ze dit horen ooit. Oh. Vertel. Heb, ik heb drie, drie zonen natuurlijk. En ik ben ook al, wat is het, langer dan 30 jaar bij mijn vrouw. En, uh, <laughs> en is als dat? het dan over, over kinderen en zo gaat, dan zeg ik altijd van... Ja, weet je, de vaderrol is een hele aparte. Want uh, tot tot hun twaalf. Waar ze altijd van: oh papa, je bent mijn held. Ja. En dan na hun twaalf was het: hey papa, heb je geld? Dat klinkt een beetje hetzelfde, maar <laughs> het ruimt ieder ja, geval. Het wordt net een andere vorm. Maar wat ik wil zeggen is wel: ja, liefde, liefde is veel en veel dieper en overkoepelender als alleen maar de buitenkant wat je in eerste instantie ziet. En, en ik moet je ook zeggen: de kracht die het, die het, die het, die het die nodig is om voor jezelf in zo'n situatie als daar wij soms staan, om dan uh, je, 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 je dierlijke, innerlijke uh -huh. uh, uh, impulsen om die te bedwingen en uh, er dan maar voor te kiezen om uh, vanuit de gedachte dat het beeld van de martelaar sterker is als het beeld van de beul om je dan toch maar gewoon uh, klappen, klappen in ontvangst te nemen. Die kracht is veel en veel heftiger als de kracht om gewoon vanuit je dierlijke impuls iets te doen. Snap je wat ik bedoel? Ik snap het, maar hoe kan je dan dat duidelijk maken voor degene die oneerlijk klappen deel uitdeelt, zeg maar? Dat hij nou, het fout heeft. Nou, daarin, daarin voel ik ook heel veel begrip voor die mens. Want die mens, zonder dat hij het zichzelf beseft. Is die eigenlijk zichzelf aan het beschadigen? Want ik geloof namelijk dat de systematieken van dit leven waar we een deel van zijn, dat je, dat je die niet kunt, uh, kunt om, omzeilen. Mm -hmm. En uh, ik geloof dat ieder mens dat een ander mens kwaad doet, dat daar automatisch al een gevolg aan zit voor jezelf. Dus ergens heb ik dan op dat moment medelijden met die mens tegenover me. Omdat ik inzie dat hij zichzelf veel meer beschadigt als dat zijn stok een ander kan aanrichten. Oké, okay, maar dan wat dan over al die beschadigingen dat diegene aanricht aan jouw dierbaren, aan jouw hmm. omgeving, mensen die dat niet verdienen. Wat dan? Hoe camoufleer je of hoe verzacht je die pijn voor jezelf? Nou, door uiteindelijk ook het besef te hebben dat ik geloof dat niets zomaar gebeurt en dat uiteindelijk, als je kijkt naar alles in de schepping, uiteindelijk is het allemaal onderdeel van groei naar beter. En uh, dat ik dat niet zie, heeft meer dan met, met mijn beperkte vermogen te, te maken of mijn beperkte bewustzijn. Maar ik heb voor mezelf wel uh, het geloof dat er helemaal niets, zomaar voor niets gebeurt. En daarom dat ik ook heel erg uh, gefocust wil zijn op mensen die in mijn leven op mijn pad komen, want die hebben mij een boodschap te bieden. En, en ik hun misschien wel. En, en, en dus van daaruit komt wel een soort vertrouwen in me. Dat hoe, hoe, hoe taai het ook mag, mag voelen bij mezelf. Dat ik toch de wetenschap heb dat, dat niets voor niets is. Daar geloof ik wel in. En ook niet 100%. Want ik geloof wel dat sommige dingen uh, per ongeluk gebeuren. Maar dan hoe jij ermee omgaat. Dat, dat geeft die ongeluk wel een richting. Hm. Dat is. Wat ik denk. Het ja. is dan ook de kracht van mens om iets te maken van of uh, een richting te geven aan iets die je op dat moment het gevoel hebt: ja, maar ik wil het niet zo. Dus dan ga ik gewoon mijn best doen ja. om het zo te krijgen hoe ik het wil. Dat is hoe ik er naar kijk. Want ik heb ook heel vaak situaties in mijn leven gehad dat ik. ik het was gewoon puur pech op dat nee. moment. En uh, dan heb ik. Ja, Ik moest echt mijn best doen om het een beetje naar mijn eigen zin te kunnen maken, tot, zodat de pijn uh, draagbaar blijft. Maar heb jij dan niet bij een. Je mag aantal ook wel eens aan dingen... mij vragen. Ja, nee, dus, ja maar ja. dat bedoel ik. Heb jij dan ook niet in je leven dat, dat je misschien bepaalde zaken zijn gebeurd die op dat moment als, als, als onoverkomelijk, als, als, als gewoon. gewoon... Gewoon, gewoon dat je er geen uitzicht meer in ziet en dat als je verder groeit en verder komt en dan naar terugkijkt en dan je denkt van ja maar eigenlijk was het een van de beste dingen die me had kunnen overkomen als ik het uh... ja daar heb ik wel een antwoord op <laughs> dat zegt heel veel over je eigen kracht hmm. er zijn mensen die dingen meemaken en dat het is een ellendige hmm. situatie gaan ze voor altijd op een hoek zitten worden ze een slachtoffer Oh, ik heb dat ooit ja, meegemaakt. Ja, dus het is ja, trauma. Trauma van mijn moeder, trauma van mijn ja. uh, overgrote ouders, trauma weet ik veel van Adam en Eva. En ik heb het nog steeds. Oh, ja. en ik voel die pijn. En gaan ze hun eigen mislukkingen verklaren ja. door de pijn die ooit ergens gebeurd is. Maar dan ja. denk ik, nou, pijn hoort bij het leven. Kijk hoe de geboorte begint. Het begint met pijn. Maar uiteindelijk, als je terugkijkt, het is een pijn die je niet wil missen. Maar dit je? wat je nou zegt, dit, 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 dit zie ik ook zeker terug, even weer terugkomend op je andere vraag. In de zin van, van, van uh, je had het er net over en ik weet niet of het hier in dit interview was of zo, maar wa waarschijnlijk in het voorgesprek dat je vertelde van, ja, hoe komt het toch dat er uh, soms mensen opstaan vanuit het volk die, uh, die uh, zeg maar, hun eigen leven gewoon zouden kunnen en willen geven voor uh, het leven. Ja, dat wou ik gewoon. Die, me, daarna wou ik met die vraag komen, want ik wil kijken, vergelijkingen met wat ik in Iran heb meegemaakt. Um, maar eerst mijn verhaal hmm. afmaken. Er zijn ook mensen die ook pijn lijden. En die pijn geeft ze gewoon zoveel kracht dus Ze te zeggen: oké, okay, ik ga voor zover dat ik kan leiding over mijn eigen leven in mijn eigen handen houden. Ik ga niet als een slachtoffer nou. ergens zitten. Um, Ooit heb ik ook nou, van iemand gehoord of gelezen dat trauma's die overkomt je. Je, je hebt niet altijd uh, controle over trauma's die je meemaakt. Maar hoe je met een trauma omgaat, dat is je eigen keuze. Dus daar maak je je eigen keuze in. Of je wordt een slachtoffer, dan ben je ook een probleem in de wereld. Of je, of je onttrekt er kracht uit. Ja. ja, of je zorgt dat je je krachtig genoeg Mo maakt om, om daarmee om te gaan. Wat onze veteranen gedaan hebben met die demonstraties. Zo'n zo uh, verdedigings- of zo'n uh, linie uh, te vormen. Dat vond ik heel erg mooi. Het ontroerde me. Ik, ik had ook echt de eerste keer toen ik het zag, had ik tranen in mijn ogen. Is dat een initiatief die in Nederland ontstaan is? Of was het al eerder ergens anders? Nee, dat is. Uh, bij mijn beste weten was dat in Nederland voor het eerst. Ja, ja ik heb dat verder niet, uh, mooi. niet, niet zo voor die tijd ergens gezien en uh, het was ook uh, eigenlijk een heel spontaan iets. Het, was, uh, het bleek dat er gewoon meer mensen, oud-militairen en veteranen in Nederland waren die, die, uh, uh, die vooral geraakt werden door het in hun, in hun ogen buitenproportioneel politiegeweld wat toen plaatsvond, heel specifiek bij uh, anti-overheidsmanifestaties. Uh, 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 en op basis daarvan, ik zelf, als ik uit mijn eigen verhaal put, ik, ik werd daar, daar, daarop geconfronteerd door mijn vrouw, die, die dat ook zag en zoiets had van: ja, maar wat is dat toch altijd. He, ze worden daar als uh, ruilschoppers neergezet en zo. Ik wil wel eens kijken wat voor mensen dat zijn. Dus uh, zij had uh, me meegenomen naar 14 maart 2021 naar uh, het Maliveld. En euh, nou ja, wij zagen die samenstelling van die mensen. En we denken van, een hele mooie, leuke samenstelling. Gewoon Nederland, gewoon, gewoon van jong naar oud. Nou, van advocaat naar putjes scheppen. Alles, alles. Maar wij zagen eigenlijk geen, geen dreiging. En, en, en geen veiligheidsissues daar of iets of En ook zeker geen railschoppers. Dus om dan geconfronteerd te worden met, uh, met, met, met uh, mensen die... Ja, die gewoon in onze ogen zinloos daar uh, met de lange lat kregen, paarden die er overheen uh, renden, waterkanons die erop werden gezet. Ja, dat had dus bij meer mensen, dus toch ook datzelfde gevoel uh, neergezet van. Hey, wat is dit nou? Ik heb, ik heb me ooit een keer bereid gevoeld om uh, met de wetenschap dat het mijn leven zou kunnen kosten. Om mij in te zetten voor de vrijheid van, van, van mijn medemens. En, en zelfs in het buitenland, in oorlogssituaties, allemaal geweest. En nu word ik geconfronteerd met een situatie in mijn eigen land. waarin ik zie dat, dat er in mijn ogen gewoon, gewoon onrecht wordt, uh, ja. <laughs> wordt vertoond. Bij, bij mensen die ik vind dat ze gewoon vreedzaam gewoon hun grondrecht mogen gebruiken. En er dat, dat waren dus toch wel een heel aantal mensen die dat zo voelden. Dus toen Art Daniels, die dat ook heel hoog mee zat. daar die, die, die oproep deed. op in eerste instantie gewoon Facebook. Ja, toen kwamen daar al een hele groep mensen op af. En. Uh, ik zelf ben er niet de eerste twee keer bij geweest. Ik, ik kwam het pas later achter, ik moet je ook zeggen, in die tijd, ik was, ik was op depressief, uh, op een hele depressieve toer. Ik zag het allemaal niet meer zitten. Ja, je hele werk dat, 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 oh, Ja, over, maar, maar dat brengen. nog niet eens het werk. Maar gewoon het ongeloof. Dat je gewoon beseft van, nou, zit ik nu, in een, zit, zit ik nu in, een, in een land waarvan ik altijd heb geloofd dat het zo ja. en zo was. Maar dat is helemaal niet, weet je wel. Mm -hmm. Dat ongeloof en dat. Ja, dat. dat en ook het feit dat ik er niks aan kon doen, dat ik niks, niks, niks positiefs eraan bij kon brengen. Dat ieder gesprek wat je er had met mensen. dat het leidde dan vaak in een gespannen in, in een, in een, in een situatie. Ja. Dat was helemaal niet, niet, niet constructief. En, uh, en, en toen zag ik ze daar dus dan staan. daar op dat uh, museumplein. En toen, en toen dacht ik: van ja, maar af. Je hebt je ooit eens geroepen gevoeld. voor je eigen volk om op die manier die invulling een positieve invulling te proberen te geven aan hun stukje vrijheid. Ik had, ja, ik moet ook gewoon mijn uh, mijn uh, mijn, uh, mijn mijn verleden er dan maar bij betrekken om ervoor te zorgen dat ik uh, dat ik in ieder geval duidelijk maak dat ik dit, dit niet dat ik hier niet verder mee kan leven. Gewoon gewoon voor mezelf uiteindelijk te moeten leven met het feit of het idee dat ik niet iets heb gedaan op een positieve geweldloze manier. Ja, dat zou ik niet met mezelf kunnen, kunnen of willen doorleven. Dat stemmetje, hè? Die ja, je in je ja, hart, hè? Ja, dat is dat hart, dat is dat hart. Dat is die liefde uh, die daar woont. Ja. <laughs> dus, dus hals uh, over kop daarheen gegaan Dan was. was alleen een van een puzzeltocht in Baren georganiseerd vanuit de Police for Freedom. En ik daar mijn kloffie snel even van zolder afgetrokken. Wat natuurlijk een zooitje was, want ik had drie zonen. Dus die deden niks liever als soldaatje spelen in mijn oude, oude, oude spullen. Dus alles een beetje bij elkaar geraapt. En dan, en dan kom je daar voor het eerst. En het was echt voor mij een opgave. Hoor. Het was een opgave om te weten van, ik ga hier nu iets neerleggen. Ik ga een stukje van mijn eigen ik ga ik hier neerleggen. Ik ga mij blootgeven. Ik ga... Uh, uh, het was niet makkelijk. Het, het was niet van: hé hey, leuk, kom, we gaan er lekker even op het veldje staan. Uh, of, uh, nee, nee, je wist de risico's die eraan zaten. Maar, maar ook gewoon het stukje, het, het stukje eigen ik, het stukje imago wat je opbouwt. Het stukje, ja, toch wel uh, een stukje veiligheid. Wat Zorglos. je hem helemaal naast je neerlegt. Maar toen kwam ik daar. En ik, en ik kwam daar bij de groepje en uh, meteen, hup, twee die er naar me toe gingen. En heel mijn nu allemaal goed, knoopjes dicht en weet ik veel wat ik zei. <laughs> styling gelijk, fysiologie, ja. styling. Ja, nee, het stukje broederschap ah. kwam ik daar weer tegen. Dat dacht ik, godzamme ja, joh, dat is me eigenlijk aangeleerd toen destijds uh, bij de en dat, en dat, en dat, en dat En dat voelde heel goed om gewoon in een situatie te zijn met allerlei verschillende mensen. Het enige wat ze met elkaar deelden was ongeveer dezelfde leeftijd, want hè, want, want dan weer je opgeroepen. Maar voor de rest vanuit allerlei plekken en, en achtergronden, weet ik veel wat, en je werd bij elkaar gezet en je en je, en je kreeg zo'n groen pakje aan en zijn en nou ben jullie, ah, jullie zijn allemaal hetzelfde. En uh, maakt niet uit, je moet je maatje vertrouwen, want dat kan je gewoon je leven. Uh, kosten als je, als je je maatje kwijt bent. En, dat, en die broederschap die er dan ontstaat, namelijk op basis van gelijkwaardigheid en op basis van eh, niet allemaal struikelen over elkaars tekortkomingen, maar juist eh, gefocust proberen te blijven op elkaars kwaliteiten. Mm -hmm. Ja, dat, 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 dat stukje broederschap dat heerste daar en dat, en dat wordt je heel ha hardhandig afgenomen als je dan eh, afzwaait. Weet je wel? Want dan moet je alleen nog maar aan jezelf denken. Maar dat dat voelde weer als van, hé, hey, dat vind ik daar weer. En, uh, en dat kwam ook omdat je daar zat met weer een groep mensen, maar wel met één gemeenschappelijke deler. Namelijk, wij vinden dat uh, vreedzame mensen gebruik moeten kunnen ma maken van hun grondrecht. Maakt me niet uit wat ze zeggen, ik hoef het er niet mee eens te zijn of iets of wat. Maar dat stukje vinden we gewoon belangrijk dat dat gewaarborgd wordt. En, uh, en als we dat dan op, op die manier daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dan geeft het in ieder geval dat stukje hè, uh, uh, gevoel van onrecht, het stukje, het stukje, het stukje wat we voelden van, 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 ja, van, van de problematiek in de wereld, wat we voelden, dat gaf dat wel een beetje uh, uh, rust. En, uh, en daarnaast was dat dan ook zo mooi om te zien dat uh, naast die mooie groep mensen die je dan om je heen verzamelt, dat je ook echt merkte dat. dat, dat dat het invloed heeft op de situatie. Want vanaf het moment dat we dat zijn gaan doen. is in ieder geval die geweldspiraal al uh, grotendeels al een heel stuk minder geworden. Uh, en merkten we ook uh, vanuit heel veel demonstranten zelf. ook gewoon een, een, een pure dankbaarheid. Van ja. hé, uh, hey, we zijn blij dat jullie er zijn. Nou, dat was voor ons helemaal nooit een reden om dat te doen. <laughs> maar het was wel een hele prettige bekomstigheid. Ja. Het is, weet je wat ik, uh, uh, ik ben in Iran opgegroeid. Hè? Ik ben mm. naar Nederland gekomen toen ik 22 jaar was. Ik heb in Iran oorlog meegemaakt, revolutie meegemaakt, mm. nog veel meer andere dingen. Maar toen ik het zag wat, hoe jullie het deden op het veld, ik, ik kreeg heel veel flashbacks. En dan dacht ik, hoe komt dat? Want in Iran had je ook toen oorlog Kijk achteraf weet ik nu dat dat ook in scène werd mm. gezet. Mm. Maar toen oorlog tussen Iran en Irak gebeurde, we hadden onze veteranen en militair mensen die naar naar de grenzen gingen, naar frontlinie. Ze waren bereid om hun leven op te geven om ons, de burger en ook het land te verdedigen, mm. beschermen. Tegelijkertijd, toen onze veteranen en onze militair mensen aan de grens aan het vechten waren bij de grens, hadden wij boa's en politie die in de steden mensen aanvielen als je een mm. haarlokje te zien was, of als jij ooit ergens geklikt werd dat je naar muziek luistert, je werd aangevallen, je werd in elkaar geslagen, mm. je werd opgehangen, je werd onthoofd. Um, hele zware. Misdrijven tegen dezelfde burgers die wij op dat moment mensen bij Frontlinie hadden, die hun leven opgaven om ons te beschermen. En dan dacht ik bij mezelf: hé, hey, dit is ook een soort ja, een genuanceerdere situatie hier. Jullie willen beschermen en niet alle politie en BOA's. Hè. We hebben ook gewoon heel veel politie's en BOA's die echt geweten bezwaar hebben en ze willen het niet doen. Maar je hebt ook heel veel ME'ers die echt genadeloos mensen aanvallen. Ja, maar die zijn zo getraind. Wat is het verschil? Hoe wordt een veteraan getraind dat hij zo anders zichzelf kan gedragen dan een Boa of een ME? Nou, ik kan, alleen maar, ik kan alleen maar natuurlijk uit mijn eigen ervaring putten. Ik denk dat het grote voorname verschil is in mijn situatie dan. Is dat toen ik terugkwam in Nederland. Toen werd het me wel duidelijk eigenlijk hoe die hele politieke uh, 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 lijnen eigenlijk liggen. En uh, toen werd me duidelijk dat, ondanks dat ik met de beste bedoelingen die uitzending heb gedaan, dat ik onderdeel bleek van een, van een politieke keus. Ja. Dat het helemaal niet, meer zo, niet zo humanitair was als dat het uh, naar buiten toe werd gebracht, maar dat er gewoon een politiek belang aan zat. En ik denk dat dat, dat bij heel veel uh, oud-militairen en, en juist ook veteranen. Ook zo kan werken dat, dat ze na een uitzending kijken naar uh, waar ze een onderdeel van zijn, zijn geweest. En dat ze dan inzien van ja maar dat was grotendeels ook een leugen. Ik was, uh, ik was een wapen. Ik was ja. een wapen in handen van mensen die ik, die ik op dat moment misschien geloofde dat ze de allerbeste voor, voor de rest van de mensheid voor hadden. Maar dat bleek dan achteraf toch eigenlijk niet zo te zijn. Dus dat kan er wel mee te maken hebben waarom uh, die mensen op die manier uh, zeg maar boven hun vak uit kunnen stijgen. En. Uh, sommige mensen die bij de politie werken. Ik, ik geloof sowieso dat allerlei mensen, of, het, of je nou voor de zorg kiest, of je nou uh, voor, voor onderwijs, of, uh, of voor politie, of voor brandweer, of het militairschap, merendeels van die mensen hebben in ieder geval als gemeenschappelijk uh, uh, deler dat ze zich dienstbaar willen opnemen. Ja. En dat dat de kern ja. is van waarom ze daar in eerste instantie inrollen. Maar de rol is in een systeem wat toch ja. iets minder zuivere bedoelingen vaak of soms kan hebben. En uh, ja, voor je het weet ben je dan een onderdeel van het systeem. En raak je steeds verder los van de oorspronkelijke dienstbaarheid die, uh, die je in je droeg. En uh, ik moet je wel zeggen, in het afgelopen jaar hebben we ontzettend veel verbinding gekregen met allerlei mensen van gemeente, van politie, ME, AE. Echt, je wil niet weten hoe of wat. En dat blijkt dat zolang ze een kloppend hart bezitten, uh -huh. dat ze gewoon menselijk zijn en dat er ook gewoon op een, op een, op een positieve manier toch een samenwerking mee, uh, mee te onderhouden is. En zeker als je er gezamenlijk bij achterkomt van, ja maar we hebben gewoon dezelfde doelstelling. Ik bedoel, we willen allebei gewoon dat dit veilig verloopt, dat dit vreedzaam verloopt en we willen dat mensen gewoon gebruik mogen maken van hun grondrecht. En als je dat al hebt, dan schept dat toch al snellere verbinding en de mogelijkheid om gewoon iets positiefs te kunnen doen in het veld. Ja, jullie kiezen geen kant. Hè? Jullie zeggen niet: Oh, we zijn hier voor de demonstranten of we zijn hier voor de ME's." Jullie willen gewoon zorgen dat nou, wij de situatie zijn, veilig is. Wij zijn, wij zijn wel voor de vrijheid van meningsuiting. Ja. Zolang dat uh, vreedzaam gebeurt en zolang dat uh, uh, binnen alle menselijkheid gewoon plaatsvindt, zijn wij daarvoor. Maar hoe kan je daarvoor zijn, als nu even een advocaat van de duivel spelen, hoe kan je daarvoor zijn als dat kan gezondheid van mensen in gevaar brengen? Wat, wat, wat zeg je daarop? Nou, allereerst denk ik dat het van belang is dat mensen stil moeten staan van wat, wat is dan gezondheid? En welke mate van bepaalde lichamelijke gezondheid mag ten koste gaan van geestelijke gezondheid? En ik denk dat ik daar al een beetje wat anders in sta. Ik, ik bedoel, kijk... We weten één we weten ding, we zijn geboren en we weten we gaan allemaal dood. Daar kunnen we heel, heel, heel lang het ontkennen, maar dat is gewoon een feit. Daartussen zitten, zitten allerlei momenten van, van, van blijdschap, van verdriet en ook van ziekte. Ziekte is een wezenlijk onderdeel van het menselijk bestaan. En als jij het bijvoorbeeld net had over een geboorte, ik geloof niet dat de dood het einde is. Sterker nog, ik denk dat het leven hier, dat dat de geboorte is. En dat dat dus gaat met die weeën en die pijnen die jij net beschaf. En daarom heb ik niet die angst om, om te sterven allereerst. Uh -huh. En ben ik heel erg bewust bezig, probeer ik zo bewust mogelijk bezig te zijn, om dat stukje tussen die geboorte en die dood dan zo positief en zo liefdevol mogelijk in te kleden. Uh -huh. Omdat ik dat uiteindelijk als bagage meeneem, geloof ik. Klopt. Ik geloof dat uh, dit combinatie komt één keer terug. Dus kijk, dat de ziel, geest, dat is een energie, en die, die was al van tevoren, hmm. en die gaat ook gewoon door, want de energie weet allemaal dat het niet ja. verdwijnt. Maar in, in deze, de, 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 de verpakking, en dat is gewoon eenmalig. Dus ik denk dat wij allemaal uh, verantwoordelijk zijn om het gewoon echt zo goed mogelijk te benutten. Ja. En uh, zo sterk mogelijk of zo ja goed mogelijk, menselijk mogelijk te gebruiken om. Tenminste, als, als, dat als we dood zijn, als we in dit verpakking, hè, die combinatie niet meer is. Dat mensen denken. Ja, dat was wel een mooie, mooie aanwezigheid op aarde. Die heeft maar sowieso, wel goede dingen bekomen. Het is toch gewoon zo wonderlijk. Hè? We hadden het net al over muziek. Maar gewoon het feit dat je iedere ochtend is er één zo'n moment. Ja. In zo'n moment, nog voordat je je ogen open doet, dan is er een moment dat je ineens beseft dat je bent. Ja. Dat, 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 ja, maar dat alleen al, als je dat, dat, dat concept gewoon <laughs> gaat bekijken voor jezelf: van ja, ik ben, weet je wel, ja, maar wat ben ik? Ja, maar ik besta, maar wat is dat nou? Dat ik besta. Ja, en, dat ja. ik, en, en als je dat dan uh, doortrekt naar naar gewoon alle wonderen die je die, 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 die er dan aan toevoegt. Namelijk, je houdt van mensen. Je, je doet dingen. Je maakt dingen mee. Je, ja, dan, ja, dat geeft ook best wel veel kracht als je je dat bewust bent. Heel veel mensen zien dat vanzelfsprekend. Hè? Ja, ja. Dat er gewoon leven doorgaat. En dat je ja, elke ochtend wakker wordt. Ja. En ik denk dat als jij dood in de ogen... Kan kijken. Of ja. als je dat al gedaan hebt, dan waardeer je ja. het ook meer. Ja, het dit leven is, dit, is, niet dit meer is heel, heel mooi dat je dit zegt. Ik heb eergisteren hier ook nog een gesprek gehad. Een, hier precies over met een andere broeder van me. Uh, een jongen die 17 uitzendingen heeft gedaan. Dus die is een beetje heel de wereld, is die, is die geweest. En sommige uitzendingen waren een half jaar, sommige waren maar twee, drie weken. Maar die jongen die heeft zoveel, zoveel meegemaakt eigenlijk daarin. En die, die, we hadden het er ook over van, ja, wat is dat dan precies, dat verschil of zo, wat we soms zien in mensen. Maar dan hadden we ook zoiets van, ja, wij, wij zijn al heel vroeg geconfronteerd ge, geraakt met gewoon zaken als sterven, als dood. En dat heeft al heel vroeg in ons leven een, 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 zo'n indruk gemaakt op ons, dat wij die vraag hebben moeten afstellen van, oké, okay, dood is dus heel wezenlijk. Ik bedoel, we zien het ja. hier om ons heen, overal, weet je in het ziekenhuis, om de havenklap, weet je wel. Ja. En, en, en dan, dat die vraagstelling, als je je daar al heel vroeg in je leven bewust mee, eh, mee, mee bezig bent... En daar dan dus ook gewoon dat kunt accepteren op een gegeven moment. Ja, dood is dan gewoon een onderdeel van het leven. Net zozeer als dat ik geboren ben. Dat je dat dus naast je neer kan leggen. En dat dat dus geen angst meer uh, biedt bij al jouw uh, stappen die je in je leven doet. En uh, dat vond ik een hele mooie vaststelling van ons twee uh, zo, zo daarin samen. Inderdaad, <laughs> mooi, ja. Je ziet ook dat er tegenwoordig zijn mensen die al jaren in de coma zijn... maar ze worden kunstmatig in het leven gehouden. Mm -hmm. En de dierbaren zijn wel blij... dat diegene wel nog is. Mm -hmm. maar je hebt eigenlijk niks van dat aanwezigheid... maar die hoop dat mm hij -hmm. ooit... wel uit de coma kan komen. En dat hij jou ooit in de ogen kan kijken... en die jouw hand ooit kan vasthouden. Dat hoop. Je zei net tegen mij toen wij... Voor de vijfde keer, volgens mij even moesten. Stoppen. Uh, je zei dat je zelf ook even in coma hebt gelegen. Ja, want, jij, want je had het er uh, net ja. in voor over. Over, de, over dat als, uh, als uh, uh, de familieleden van iemand die in een coma. Uh, ja. uh, die wilden toch dat lichaam toch maar in leven houden en, uh, en al dat. Ik uh, ben toen ik 13 of volgens mij 14 was. toen ben ik in, uh, in de Belgische Jardenne, ben ik in een ravijn gevallen. Uh, ik was een hond aan het uitlaten, een grote man van, van de buren, samen met een maatje van me, waarmee we dan daar even een weekendje waren. En, uh, en toen kwamen we dus bij die ravijn aan. En blijkbaar, want ik weet niks meer van vijf minuten voor, voor heel die val hoor, dat, dat, is, dat, dat is in mijn hersenen helemaal, helemaal weg. Maar dat maatje van me, die was erbij. En uh, blijkbaar had die hond had hoogtevrees. En uh, op de een of andere vage manier, of denkwijze, ik weet niet precies hoe of wat, sprong hij gewoon zo die rafijn in. Alleen ik zat vast aan zijn riem. Dus ik, oh. <laughs> ik, ik, ik miet er daar recht naar beneden, blijkbaar bovenop mijn, uh, uh, mijn hersenpan en op mijn schouders. Dus ik had van alles gebroken, maar ik had dus ook een in mijn, beursplek op mijn schedel. En ik had een, uh, een hersenkneuzing. Ik wist niet dat je die dingen zelfs kon kneuzen, maar die kan je dus kneuzen. <laughs> en ik lag in de coma. Dus, uh, dus heb ik een week lang in die coma gelegen en daarna in een slaapcoma uh, gekomen. Maar het rare is, en een slaapcoma helemaal, ik, ik kwam in eerste instantie uit die coma. En ik, ik weet nog wel heel goed het gevoel wat ik had. Dus voordat ik, dus zeg maar het gevoel net als dat wakker worden, waar we het net over hebben. Dat gevoel waar ik in zat, dat was heerlijk. Dat was zo'n fijne toestand. Dat was zo'n rust en een licht en een, en een liefdevolle toestand waar ik in was. En dan, dan deed ik mijn ogen open en denk, uh, wat is dit? Oh, ik lig in het ziekenhuis. Nou, hier heb ik geen zin in. En dan ging ik weer terug. Uh, terug die coma in. En toen raakte Nou, dat was dus wat ik daarna kreeg. Dat was dus een soort slaapkomen. Dan val je steeds weer weg. Ah. En dan, ja, het is waarschijnlijk ook die hersenen die weer gewoon hun functies gaan aanzetten. Uh, hier en daar, omdat ze het weer een beetje beginnen te doen. Maar dus dan ga ik in de, in de slaap komen. Maar dan, iedere keer als ik dan weer uit te komen kwam, dan, dan kwam ik weer in dat gevoel van. Oh, ik ben heel, heel blij en, en een hele fijne toestand. En dan, oh, God, ik zit in een ziekenhuis. Nee, ik ga weer terug. <laughs> dus eigenlijk, en daarom dat ik het wilde zeggen. Uh, zijn die mensen dan echt wel in het belang van die iemand in die coma bezig? Want ik, ik wilde eigenlijk gewoon in die coma blijven. Nou, weet je, ik ben blij dat ze jou hebben wakker kunnen krijgen. Even dat duidelijk maken. Maar. Heb jij zelf spijt dat ze jou in het leven hebben gehouden? Nee, toch? Nee, maar. Ze hoefde mij ook niet in het leven te houden toen. Want het was in die coma was het dat alleen mijn hersenen, mijn hersenfuncties waren uit. Maar blijkbaar mijn vitale functies bleven nog gewoon doorgaan. Uh, ja, maar als ze gewoon hadden gezegd, nou coma komt niet goed, gewoon bam, klaar. Ja, maar dan hadden ze euthanasie moeten plegen. <laughs> dat was ook weer een overtreffende trap. <laughs> Nee, maar je vraag is dat als, als iemand kunstmatig in coma wordt gehouden, is dat je vraag of heb ik je vraag. Nou, niet... ik heb er eigenlijk niet zozeer een vraag over. Maar gewoon een vaststelling oh. van. Het, het is wel fijn voor mensen, wellicht ook als ze, als ze horen dat iemand die in coma heeft gelegen, dat, dat, dat daar toch een hele positieve. Uh... Maar kon je ook mensen horen in je omgeving, of uh, zo? Nee, nee, ik weet wel, mijn, mijn stiefmoeder is toen bij me gebleven, want mijn vader moest ook weer gaan werken en dergelijke. En ik weet wel bepaalde momentjes. Dat ik dus, maar dat was eigenlijk pas bij die slaapkoma dat ik eruit. Kwam en, en dat ik ineens herinner van uh, ik, nou, heel raar iets bijvoorbeeld. Ik weet het, dat ik op een gegeven moment tegen de zei van Where is Santa Claus? Where is Santa Claus? Ik begon ineens in het Engels te lullen en zo. En ze had echt zoiets van wat is dit dan? Uh, where is Santa Claus? Oh, not en dan ging ik weer weg of zo. En dat weet ik nog wel iets van. En ik weet ook nog op een gegeven moment dat ik uh, de, dat ik uh, moest plassen heel heel erg. Ik moest plassen en dan kreeg je zo'n zo'n zo tuut, weet je wel. Alleen, ik heb een hele grote blaas. Dus. <laughs> blijkbaar. Was, was hij helemaal vol. En dan begon hij te overstromen. En ja, toen ben ik weer weggegaan. <laughs> dus, uh, maar rare details. Oh, joh, zit ik dat hier nou? gewoon even live <laughs> dat allemaal toch te delen. Dat is dat wel leuk? Is dat wel leuk? Maar je kan. Uh, de, je weet dat het moment dat je gewoon tussen. Want coma is ook een hm. soort tijdelijke dood. Hè? Want je, je lichaam. Je geest, of je geest is er nog ergens. Je lichaam ook, maar het is geen, uh, geen samenwerking. Nee. Nee. Maar dat moment is een hele mooie ervaring, dus als die twee weer samenkomen. Nou, het was niet zozeer het moment was zo fijn. De toestand waarin ik was was heel fijn. De toestand als ik weer terug in mijn lichaam was, was helemaal zo fijn niet. Want toen werd ik weer gewoon me bewust van zaken als, oh god, joh, ik heb mijn, uh, mijn sleutelbeen gebroken, acht ribben, mijn duim, mijn pols, mijn onderarmen, mijn hersenpan die doet pijn. <laughs> dat was eigenlijk helemaal niet zo fijn ervaring. Okay. Maar wel in die coma zelf. Dat voelde echt alsof ik ergens op de Bahama's ergens lag, zo. aan Een, aan een strandje, met een pina coladaatje. Dat gevoel was het. Je stimuleert mij wel om dat ervaring ja, te proberen. Ik lekker in de coma. Nee, dat wil oh. ik dus ook niet zeggen. Maar nee. ik vind het wel. Kijk, voor mezelf, hè, want we hadden het over angst voor de dood. Ja. Dat soort zaken hebben mij ook wel uh, die angst daarvoor ontnomen. Ergens. Naast ook het geloof wat ik heb. en het feit wat ik zeg. van ik geloof dat dit leven. Uh, dat dat de bevalling is. van ons daadwerkelijke leven. Mm -hmm. en, dat, en, 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 en dat al die beetjes en die pijntjes. hier een onderdeel van zijn. Ja. Maar ja. dat er iets heel moois in het uh, vooruitzicht staat. Klopt. Oké. Okay. Ja. Dat is een hele mooie. Uh, kracht. Ik weet dat niet. Ik heb. <laughs> ik, ik, ik weet dat niet zeker. Hm. Maar ik ben echt. nou niet jaloers. Maar. Ik heb heel veel respect voor mensen die dat vertrouwen hebben. Ik weet niet wat mij uh, te wachten staat na de dood, nadat. Uh, gewoon licht uit. Weet je, dat weet ik niet. Hm. En uh, ik denk dat niemand dat 100% zeker kan weten. Het is gewoon. Daarom heet het ook geloven. En uh, jammer dat niemand dat. Ja, ja maar jij, 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 jij zegt nou, ja, daarom noemen ze dat. Geloof, het geloof. Maar dan is het een zelfstandig naamwoord. En ik geloof dat geloven een werkwoord is. Oké. Okay. Kijk, zodra mm. je het zegt, het gelooft, dan wordt het een instituut. Dan wordt het iets buiten je. Dan, 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 hè, dan is dat vast aan kaders. Maar geloven is eigenlijk een werkwoord. Ik bedoel, jij, ja, ge ja. jij gelooft in je dochter. Je gelooft in allerlei dingen. En dat is een werkwoord. Ja. Yeah. En ik vind het. Ik vind het heel jammer dat mensen het geloof als een, als een instituut gaan zien, terwijl het iets is wat een werkwoord in onszelf is. En ook het geloven in onszelf en het geloven in, in onze naasten. En hopelijk geloven we in de overheid en al dat soort dingen. Nou, dat, nee. um, daar ga ik niet mee. Nee, uh -uh. nee. maar weet je maar, maar, um, ik ben niet zelf bang om dood te gaan. Ik, uh, ik denk dat, dat zorgen over mijn dierbaren, mm, dat, mm. uh, mm. dat, dat, dat zal me pijn doen. En dan zal ik ook, uh, ja. Ik, ja, want je wilt gewoon je dierbaren zo goed mogelijk achterlaten. En het is bij mij nog niet zo ver. Mm. En ik heb ook een aantal jaren geleden kanker gehad en toen ik met die ziekte ja. bezig was. Ja, heel, uh, mijn kinderen waren heel klein. Echt, dat was gewoon mijn mm, grootste mm. zorgen. Dat nou, als ik nu wegval, wow. want ik was ook alleen met ze, zei, nou, mm. ze hebben geen um, houvast. Of tenminste, ze zijn ja. niet sterk genoeg mm. om, hun, om op hun eigen benen mm. te blijven. Dat was echt de enige zorgen die ik had. Ja, dat snap ik. Er waren ook soms hele moeilijke momenten in mijn behandeling dat ik echt huilend mm. bij mijn oncoloog zat. Ik, zei, ik kan het niet mm. meer. Ik stop ermee. En hij zei, ja, als jij ermee wilt stoppen, dan stoppen we ook. En ik zei, oh, nee, 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 nee. Je moet mij wel die kracht geven, hè. Stimuleer <laughs> mij. <laughs> ja. Maar, uh, want ik had het gevoel, nee, het is nog niet... Uh, nee, nee, nee. De tijd is nog, nog niet rijp om weg te moment. gaan. Nee. Nou, dan ben ik ook weer blij uh, dat jij dat hebt gedaan. Ja, dankjewel, <laughs> dankjewel. Nee, maar weet je, als de tijd rijp is of... Ja, je, ik ken ook veel, heel veel mensen die vroegtijdig zijn weggegaan. Hmm. En je zult ze altijd missen. Maar grappig is, bijvoorbeeld, ik heb mijn oma, mijn oma is ook al lang dood. Ik heb heel veel fijne herinneringen aan mijn oma. Hmm. Maar ik heb haar altijd als een oude vrouw in mijn hoofd. Okay. Want dat is gewoon, ja. zijn gewoon de laatste beelden die ja. ik van haar heb gezien. Hele krachtige vrouw, echt krachtig, nuchter. Ze, ze reed... De op, op de paard, hoe zeg je dat? Paardrijden ja. paard deed ze. Amazone. Oh, <laughs> terwijl dat het toen heel. Ja, eigenlijk. Nou, het was niet verboden, maar er waren niet zoveel vrouwen die dat konden. Oh, joh. Maar ze, ja, ze was echt een ijzer, ijzeren dame. En ik heb een vriendin die vorig jaar, april, is plotseling in haar mm. 34-jarige leeftijd mm. overleden. Of 38 mm. volgens mij. Ze blijft voor altijd een jonge, energieke mm. beeld mm. in mijn hoofd. Een laatste beeld dat je van iemand hebt, ja. dat blijft voor altijd. Dus Jessica zal altijd heel jong in mijn hoofd blijven. En mijn oma, ja, krachtige dame, maar wel echt oud, die gewoon wel tijd was om weg te gaan. Ja, het is wel grappig dat je dit zegt. Ik heb dit uh, met mijn compion, waar ik dan al 30 jaar mee samenwerk. Dat, daar hebben we dat eigenlijk ook bij, omdat uh, zijn jeugdvriend, Ramon. Heten die? die uh, nou, dat was hartstikke, hartstikke close, hartstikke close met hem. We hadden echt, echt een hele mooie band. En uh, die is heel lullig eigenlijk overleden. Die is van zijn fiets afgevallen, verkeerd uh, met zijn hoofd op een paaltje gekomen. En uh, het is uh, regelmatig op de dag van zijn ja, verjaardag of uh, de dag. Uh, Waarop dat dan gebeurd is. Dat we er even stil bij staan. En dat we dat concluderen. van, Dat is toch ook maf hè. Ardy. Ja zo weet hij. Ik zeg jongen jonge jonge. Wij kijken, wij kijken naar elkaar. En wij zijn ouder en ouder aan het worden. Maar als we denken aan Ramon. Is die nog steeds ja. die jonge gast. Ja. Dat, dat ja, laatste beeld. Hè. Die blijft voor altijd. Hé. Hey. Uh, ik denk niet dat er voorlopig uh, manifestaties gaan komen. Oh nou, uh, aankomende zondag weer hoor. <laughs> nee, maar echt manifestaties die uh, echt uit de hand gaan ja, lopen. De want de want gaat, er is geen virus die iedereen ja. bedreigt tijdens zo'n manifestatie. Ja. Het is nu wel wat rustig. Uh, hoe denk je dat dat gaat worden in de loop van de tijd? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik zelf helemaal nooit zo mee bezig. Ik probeer te kijken naar wat het is uh -huh. en daarop te anticiperen en, en te kijken. Kijk, voor ons is het heel makkelijk als groep. Wij hoeven alleen maar te kijken van, past het met onze missie? En uh -huh. onze missie is heel erg duidelijk. Wij, willen, wij zijn een groep oud-militaire veteranen die zich uh, uh, geheel geweldloos willen inzetten voor het behoud van burgerrechten als dat op een vreedzame manier uh, gemanifesteerd wordt. Dat is het enige wat wij hoeven af te wegen. Dus, dus voor de rest, wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal politiek voor dingen uh, plaatsvindt. Ja, het, ik kan er niks mee eigenlijk. Want, nee, klopt, ik, want we ja. moeten altijd alles afwegen of het bij de missie past. Ja. En dat is, dat is fijn eigenlijk hoor. <laughs> dat, dat geeft heel veel rust en duidelijkheid. En ook voor de groep zelf ook, weet je wel. ja. We hoeven niet uh, iedere keer te reageren. Nou nee, ja, wel op het moment als gewoon die burgerrechten in het uh, gedrang komen in onze beleving. Er is nu uh, die oorlog gaande hè, tussen Rusland en mm. Oekraïne. Wat ik jammer vind is dat uh, mensen gaan ook weer gelijk een kant kiezen. Dat zie ik heel erg in social media terugkomen. En ik, krijg ook, ik probeer heel weinig daarover te posten. Want mm. ik weet hoe overheden ja. werken. En ja. ik ben sowieso elke mm. oorlog... Is, is gemaakt. Ja. Het is gewoon gemaakt. Ja. Mensen die elkaar aan het afmaken zijn, die kennen elkaar ja. niet. En ze, misschien als ze elkaar tijdens vakantie tegenkomen, misschien kunnen ze Matties gewoon beste worden. vrienden worden ja, met joh, elkaar. Tuurlijk. Hoe triest ja. is dat? Ja. En hè? mensen zeggen, ja, waarom, waarom zeg je niks? Waarom zeg je niks? Ben je voor, voor Poetin of ben je voor die, hoe heet die man die danst? Uh, Zelensky, of ja, ja. Zelensky, dankjewel. Ik zeg, ik ben voor ik ben voor mensen. Ik ben ja. voor burgers, ik ben niet voor overheden. Als iets mij duidelijk is geworden in de afgelopen jaren, vanaf mijn negende, negende is dat de overheden zijn niet echt voor de burgers zijn. Mm. En overheid moet je ook op een gegeven moment kunnen stoppen. Want ze gaan gewoon verder en verder en verder. En ze komen gewoon steeds meer en meer in je persoonlijke leven. Mm. Mm. Dus ik vind het zonde. En mm. je hebt uh, nu mensen die ook gaan kiezen voor, ja, Oekraïne. Nee, Oekraïniërs en Russen. Ik... Zeggen mensen, come on. Er zijn zoveel mensen in, in Rusland die zeggen: Nou, dit willen wij niet. Er zijn zoveel mensen in Oekraïne die zeggen: Dit willen wij niet. Maar waar, waarom komt dat niet binnen wij mensen af? Wat, nou, wat, wat, wat ik is denk dat het, Ik denk dat dat heel logisch is. Ik bedoel, je wordt, je, je wordt geboren hier. En uh, uiteindelijk uh, wordt, 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 wordt heel de opvoeding van een, van een mens, bijvoorbeeld hier in Nederland, als ik naar mezelf kijk. Vanaf, vanaf dag één dat je naar school gaat. wordt je eigenlijk al bijgebracht van. hé, hey, de overheid is goed en die is er voor jou. En dan zit zo. We hebben een eerste kamer en die doen. de, de tweede kamer doen ze dan. Uh, kijken of ze het allemaal netjes doen. We hebben een, de, we, we hebben een politieapparaat. We hebben een. Ja, zo, ja, we hebben geneeskundige wijze mensen. we ja. hebben de wetenschap. We hebben allemaal dingen. die daar eigenlijk al vanaf kinds af aan ons, uh, ons. bijgebracht worden. Dus het, het is ook wel logisch dat heel veel mensen. En media is altijd eerlijk, journalistiek, hè, die gaan voor de waarheid en weet ik veel wat. En dan is het ook heel logisch dat je daar heel, uh, heel um, ja, makkelijk uh, in kunt gaan blijven geloven. Dus het, ik, ik kan het mensen ook bijna haast niet kwalijk nemen, maar ik kan wel <coughs> uit eigen ervaring gewoon uh, inzien dat een, een heel aantal van die dingen allemaal niet zo zuiver zijn geweest. Ik bedoel, <coughs> media bijvoorbeeld, wij zaten daar in uh, Sebraeetja en dan en dan en dan hadden we, hadden we gewoon een rustige dag gehad of zo. En zaten we s'avonds nog een beetje wat na te kletsen. En dan, en dan stond de NOS op en denk ik van. Wat wordt er hier nou weer verkondigd dat er nu bij ons aan de hand is? <laughs> er is helemaal niks aan de hand, weet je wel. En dan een paar weken later echt gewoon grote problemen. Minima is al wekenlang geen, geen, geen aanvoer gehad. We konden gewoon, de kachels mochten we niet meer aanzetten, weet ik veel wat. En dan was er iemand neergeschoten of op mijn mijn gelopen, weet ik veel wat. En die waren we dan in het ziekenhuis aan het verzorgen. En dan keek je naar de NMS en dan was dan helemaal niks. Dus, dus dan, ja, dan zijn dat ook al dingetjes waarvan je kritischer gaat, van gaat nadenken en kritischer gaat kijken naar informatie. Wij hebben ook bij onze groep zo'n zo zo mantra die er is en dat is uh, één bron is geen bron. Mm. Dus als je informatie krijgt, als dat één bron is, dan is dat geen bron. Pas vanaf drie bronnen ga je het in ieder geval in overweging nemen en dan ga je onderzoek plegen. Ja, en dan bronnen ook drie verschillende bronnen. Hè? Niet, ja, niet allemaal in dezelfde nee, richting. Nee, nee, Station nee, gewoon nee, perron nee. één, bron twee, perron 3. Ja, nee. dat ja, ja. gewoon verschillende stations ja. zijn. Maar hoe heb jij je kritische vermogen kunnen houden? Want jij hebt ook in zo'n uh, schoolsysteem uh, je onderwijs mm. gehad. Mm. En hoe doe jij het om je zons dat uh, aan te leren dus twee vragen in één. oké okay. ja ik, ik ik kan niet anders dan uh, dan de verklaring voor mezelf uh, vinden als dat ik uh, doordat ik al heel vroeg in mijn leven met zaken als geloof bezig was en dan uh, en dan heb ik het over het geloof in God. en het werk ja, wordt want dat is uh, ja. he, want dat begint als iets kleins ja. en dat groeit en dat blijft groeien groeien dat is al best wel heel vroeg in mijn leven uh, gestart. En daardoor heb je een perspectief erbij. Je kunt dus vanuit, dus los van het perspectief van jezelf hebt, is er ineens een perspectief die je heel erg belangrijk vindt mm -hmm. en die je ook heel goed voelt. En die, die maakt dat je breder kunt kijken als eigenlijk alleen maar je eigen uh, ja. uh, manier van benadering. Dus ik denk dat dat er wel bij kan dragen. En, 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 en de tweede vraag even een vraag naar aanleiding van je antwoord. Waarom oh. horen wij dan zo weinig van gelovige hoek over waarborging van je grondrechten? Ja, maar wat is de gelovige hoek? Als ik kijk naar wat de gelovige hoek dus is... Ze gaan dat... met alle maatregelen mee. Ja, maar dat, dat, is, dat is het instituut geloof. Oh, dat is niet de werkwoord. Uh, nee, als, je, oh, okay. als ja. je gewoon al kijkt naar de hele geschiedenis van hoe, 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 hoe zeg ja. maar het instituut geloof ook weer is gebruikt door machthebbers oh, om ja. gewoon invloed te kunnen hebben op de mensheid. Zeker omdat... De mensen van het instituut geloof, die hadden de kracht en de macht om jou in contact met God te brengen. Je moest via ja. hun. En, 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 en angst dus ook, als je dat doet, dan ben je fout en weet ik van wat. Dus ook weer die angstcyclus en, en dat, dat manipulatieve daarin. Ja, dat is in principe door dat instituut geloof ook al op die manier naar buiten gebracht. Dus ik sta daar niet zo van te kijken eigenlijk. Snap ik. Logisch ook wat je ja. zegt. Mijn volgende vraag was: hoe doe jij het om je zoons dat uh, aan te leren of gewoon stimuleren? zodat zij een kritische blik niet kwijtraken? Nou, Shorre, wat, wat zijn voor jou in je leven de mensen geweest waar jij gevoelsmatig het meest van geleerd hebt? Zijn dat de mensen die jou het meest uh, verteld hebben? Of zijn dat de mensen dat jij keek naar hun daden en hun acties? En, en dat je ja. dacht van oh, zo wil ik het ook. Ja, nou, op die manier probeer ik het ook. <laughs> dus je zegt niet dit moet of dat moet? In principe uh, geloof ik gewoon dat uh, als wij gewoon uh, goede daden doen, dan we daar veel en veel en veel meer mensen mee inspireren, als uh, met welke mooie woorden dan ook. Dus, uh, dus dat doe ik ook naar hun toe. En natuurlijk, ik ben een bedweter en af en toe botsen ze ook uh, 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 qua woorden met me. <laughs> maar, uh, Hoe oud nee, ik... zijn je kinderen? Mijn oudste die, die wordt 22, okay. uh, eentje die wordt bijna 19 en ik heb er eentje van 16. Jongens Brichastra. zijn makkelijk in puberteit, of niet? Ik zou het niet weten. Nou, pff, makkelijk ah. in puberteit. Nou, met die oudste heb ik toch wel wat. Maar waarom ook weer, die lijkt op mij. En, en als ik terugkijk in mezelf, waarom had ik het meeste problemen ooit in mijn leven met mijn vader? Dat was omdat ik daar ook eigenlijk uiteindelijk... De dingen tegenkwam waar ik zelf moeite mee heb of zelf als een zwakte bij me draag. Dus uh, ja, ook met mijn oudste zoon, ook die lijkt gewoon veel te veel op me. Oh, arme Job. Oké. Okay. Dus uh, ik denk, uh, nou, nah, maar die andere dacht gaat eigenlijk allemaal wel heel erg goed. Ja. ja. Ik ben de eerste thuis. Wie? Ikke. Oh, oh, je was de oudste. Oh, oh, dat is ook Thai. Hoeveel broers-zusjes had je? Ik heb twee zusjes uh, onder mij en een uh, broertje. Okay. Die, die is gewoon ja, de laatste. Oh, en, ja, ja dan, dan draag je veel in zo'n gezin. hè? Ja, ja, ja en oud. ik was altijd degene die alles anders zag. Hm. En ik zei ook altijd, nou, dit klopt toch niet? Hm. En iedereen ja, waarom doe je zo moeilijk, joh? Doe gewoon mee. En doe gewoon wat je moet doen. Dan wordt je leven veel makkelijker. Nou. Makkelijke manier of makkelijke leven mm. is niet altijd de juiste leven nee. of de juiste manier nee. van leven. Nee. Maar ik heb echt altijd leven moeilijk voor mezelf gemaakt. Mm. Maar dat geeft mij ook het meeste voldoening. Want dan weet ik dat ik ga voor iets die ik echt diep in mijn hart mm. geloof dat het waar is. Ik, uh, sinds, sinds het begin van corona gebeuren heb ik ook vanaf de dag één me uitgesproken. Mijn baan is niet ver, verlengd ineens. Mm. En ik word ook niet. Uh, nou, nee, ik, ik, ik krijg heel veel waarderingen en ik krijg ook heel veel shit om me heen, maar dat, dat interesseert mij niet. Want weet je, dan denk je, ja, er zijn dingen die moeten. wij moeten erover kunnen spreken. Dan, we moeten erover kunnen praten. Je kan mij demoniseren dat ik een weet ik veel opgefokte of getraumatiseerde vrouw ben. Oké, okay, maar kom met de argumenten. Laat mm -hmm. mij zien dat ik het fout heb. Daar heb ik veel meer respect voor. Nou, ik moet je ook zeggen, Shore, Ik zelf uh, geloof, ja ik, blijf, ja, ik blijf weer met daarvoor woord komen. Ik geloof dat ik in ieder geval alleen maar uh, verantwoording hoef af te leggen tegenover mijn hart. Daar moet ja. ik het mee doen. Die, die klopt heel, heel de dag in elkaar, zie je zo. Bof, bof. Dus die verantwoording die doe ik zo, zo goed mogelijk als dat ik kan. En uh, wat een ander eruit haalt. Ja, dat is dan toch ook weer zijn vrije keus, weet je wel. Dat is een maatschappij die wij daar naartoe gaan. Hmm. Continu rekening houden met de geloof of gevoel van anderen. Hmm. Dan denk ik, oké, okay, maar waar is de grens? Hmm. Kijk, seksuele intimidatie is niet goed, vooral hmm. als het ongewenst is, weet je. Maar waar begint het? Ja, als jij iemand aanraakt zonder dat diegene dat wil. Ja, oké, okay, maar aanraking begint ook als je gewoon handen gaat schudden. Als je gewoon elkaar direct keer mm. uh, gaat kussen bij, bij de begroeting. Mm. Ik kan daar probleem van mm. maken, dus blijkbaar. Mm. Oh, je hebt mij gewoon drie zoenen. Of je hebt mij gewoon. Nee, je hebt mij aangeraakt. En dat wou ik niet. Nee. Dus waar ligt de grens? Ik geloof dat het altijd bij de intentie gaat. En voor ons, is, voor ons als groep is het helemaal makkelijk. Daar is de grens geweld. Dat is heel makkelijk in te schatten. Dat is, jongens, dat is de grens. Als je geweld gaat plegen op een ander, dan ben je gewoon altijd fout bezig. Dus, dus, dus ook in die context, ja, dan zou ik dat ook als, als, als grens vinden. Op het moment als het, als het indruist tegen de vrije wil van een ander. En als je dat oplegt, ja, dan, 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 dan ben je die grens ver voorbij. Dus geweldloos. Geweldloos. Alles in liefde. Alles in liefde. En voor elkaars rechten opkomen. Ja. Respect hebben voor elkaars rechten. En het is zo makkelijk, joh. Het is heel makkelijk om van exact. mensen te houden, joh. Ja. Als, je, als je je ervoor openstelt ja. en als je inziet van, joh, we, we delen zoveel meer overeenkomsten als dat we verschillen van elkaar, weet je wel. Ja, dat is ook wat gehighlight wordt, hè. Media, politiek, ze praten alleen over verschillen. Hm. Ik zit hm. hier met jou ja. te praten. Ik ben een allochtoon, Ik heb een andere achtergrond. Ik ben in Azië geboren. Ik word nooit een Nederlander. Ik heb Nederlandse nationaliteit. Ik ben trots dat ik in Nederland woon. Ik hou van Nederland. Maar ik ben ook trots op waar ik geboren ben. Ja, weet je, gewoon, ik, ben, ik je kom goed. uit Iran. Ja. Prachtige land, prachtige mensen, prachtige cultuur, prachtige geschiedenis. Maar wat is er daar mis mee? We zitten een hele openhartig gesprek met elkaar voeren. Ik zie een mooie man, een oprechte man. En jij ziet ook een vrouw die met jou een gesprek aangaat. Zie jij een kleur? Nee, nee. Zie nee, jij nee. een, uh, weet ik veel, een, een, een andere slag? Nee, we zitten gewoon als twee mensen. Ik zie een vonkeltje in je ogen heel de tijd. Wat ik ook bij je dochter zag. Die oh, vind ik leuk. Kijk hoe lief is dat. je <laughs> Dankjewel. dankjewel. En uh, na nou, mijn dochter, mijn de dochter is ook koppig, hoor. Ja, en het botst heel vaak tussen ons. Mm. En ik zeg, ja, ik heb geen idee waarom. En iedereen in de familie zegt, ja, jullie lijken zo erg dat op is elkaar. Het, dat is het. En ja. zij zegt nu, ik zeg ook nu. <laughs> en mijn dochter, en jongste dochter, zegt, zie je? Jullie hebben dezelfde mening ook. Uh, mooi is dat hoor. <laughs> ja, maar, ja, maar ja. Daarom, da daarom, ik denk ook dat het uh, zo goed is als uh, mensen weer teruggaan naar dat stukje wederzijds begrip. Want dat is ook wat wij in ja. ons groep merken wij merken dat daar mensen binnenkomen die helemaal, helemaal overweldigd raken van oh dat gevoel in die groep en dan en dan vraag je ja wat is het gevoel in de groep ja ik voel me hier vrij ik voel alsof ik mag zijn wie ik wie ik ben ik ik voel dat ik mag mag zeggen wat ik denk als ik bij jullie ben ik dat is dat dat het is toch raar dat we daar dan zo van opkijken eigenlijk hè? Dat we dus een maatschappij om ons heen hebben uh, vergaard. Van, 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 van enkel en alleen bezig te zijn met schijnveiligheid. Enkel bezig zijn ja. om onze verantwoordelijkheid maar van ons af uh, te dragen. En daardoor die essentiële dingen aan te vergeten. Klopt, ja. En als je alleen maar over verschillen die gemaakt zijn, praat. Hm. dan kom je niet toe aan dingen die je met elkaar. Nee, want wat je net ook zegt. Ook grenzen. Van landen en dergelijke. Dat is ook maar gewoon ontsproten uit iemand zijn hoofd. Om bepaalde macht ergens te kunnen houden. Ergens verdeeldheid in te kunnen creëren. Want uiteindelijk, we komen allemaal uit baarmoeder. Ja, of tegenwoordig is daar wel een beetje wat twijfels over bij soms. <laughs> Want het kan op meer manieren tegenwoordig. Maar uiteindelijk, we komen allemaal uit een eicel en een zaadzaal. Laat ik het zo zeggen dan. Dan, dan is het nog makkelijker. Dus, dus, en, en omdat je nou toevallig daar op dat plekje land op aarde neergemieterd bent. Of omdat je daar op dat plekje. Dat dat zoveel verschil. Kan en mag uitmaken voor gewoon datzelfde, voor uh, 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 een mens. Ja, dat, ja. Vind ik, dat is toch eigenlijk ja. wel heftig, hè? Klopt. Kijk, ik, heb, ik draag heel veel van de Persische of Iraanse cultuur in me mee. Uh, heel veel dingen vind ik mooi, heel veel dingen heb ik heimweer naar. Hmm. En het komt puur omdat ik daar geboren ben. Ja. Als ik bijvoorbeeld vanaf het begin hier of in een ander land geboren was, ik had daar niet eens een besef van. Ik wist niet eens dat, dat het bestaat. Maar ik heb wel interesse, uh, altijd gewoon voor waar ik vandaan kom, waar ik. Ik heb ook heel veel interesse voor Nederlandse geschiedenis of uh, voor Nederlandse cultuur. En uh, er zijn sommige dingen die ook uh, uh, gebonden zijn aan, het, aan een gebied van de wereld. En dat vind ik ook mooi. En alles heeft invloed. Hè? Ligging van de zon, uh, klimaat. Het vormt je, het geeft mm. je een bepaalde. Um, kijk, energie dat jij in Noordpool voelt is heel anders dan de mm. energie die jij bij uh, Evenaar voelt. Mm. Er zijn dingen die bij mij ja, iets zeggen over een cultuur die ergens bestaat. Gewoontes eigenlijk. Mm. En dat vind ik heel mooi hoor. Het is echt. Uh, er zijn sommige dingen, bijvoorbeeld in de Iraanse cultuur, dat is heel normaal. Of het wordt als een soort compliment gezien. Maar hier is het gewoon, als ik het zeg, dan is het, hè? Hm? Huh? Wat? En dat was voor mij, ik moest ze allemaal leren. Ja, maar dat snap ik. vond ik mooi. Ja. ja. Want, uh, je bent ook veel rijker in je hoofd. En dan weet je ook veel meer... Iets die ergens een compliment is, kan ergens anders een belediging ja, zijn of het, gewoon hoor. iets heel normaals. Gewoon een hand geven yeah. met de verkeerde hand kan al gewoon uh, <laughs> heel erg brutaal verkeerde zijn. Verkeerde drukte, als ja, je het verkeerd ja, doet. Ja, ja. Ja. Ik eindig altijd ja. mijn gesprekken met drie informele vragen. Ja. Maar daarvoor vraag ik altijd, heb jij nog iets die je wilt delen of uh, zeggen of wil je... Heb je nog een ander onderwerp dat je denkt? Oké, okay, we kunnen wel daarover ook even hebben. Nou, ik denk dat we nog uren en uren door kunnen kletsen, liever. Maar <laughs> dan, dan wordt het misschien een beetje iets te lange uitzending. Maar ik, ik denk dat, dat ik het sowieso leuk vind om je wat vaker gewoon te spreken. En dat hoeft niet altijd voor de camera. Dus dat kunnen we dan ook gewoon. Doen we graag. Gewoon in de graag? huiselijke kring. Oh, ik vind het dat, het... En ik, ik kook ook graag, hè? Dus dan kijk, kom ik kook gewoon bij kijk. mij eten. <laughs> nou, deze, deze gaat je En het maken. staat vast, hè? <laughs> Nee, echt. Ik, uh, ik hou van koken en bakken. Ik eet heel saai. Nou, voor, voor het begrip van heel veel mensen eet ik heel saai. Maar voor anderen kook ik heel ja. uitgebreid. En dat doe ik echt met alle liefde. Ja, ik vond het ook super lief. Ik was ziek. En toen de vorige afspraak moest ik afzeggen uh, bij je. Het zei ik, Ja, maar zeg maar wat je nodig hebt. Als je, als je oh. pan-kippensoep nodig hebt. Ik kom <laughs> helemaal naar Breda. Ik heb volgende week trouwens in Breda. Hele oh, dag al Ja, ik kom ochtends naar Bart Maas. Oh, nou ja, dan moet je ook eventjes uh, langswippen bij kom ons. Kom ik even aan zeggen. Ja, ja. Ja, we. Ja, wat, ja, want dan vindt mijn vrouw ook. Leuk. Want Weet ik ze kan, zeker. Ze kan helaas niet bij zijn vandaag. Nee, omdat ze moest, ik wil moesten haar werken. heel graag zien. Ja. Want ik had toen ik op zoek naar jou was, ik, ik wou ik je heel graag spreken. En uh, ik kreeg een hele lieve bericht van jouw vrouw. Hij hmm. zegt: Ja, ik ben vrouw van RAF. Dit is zijn nummer. En ik heb ook jouw filmpjes gezien. Ik vind je een oprechte vrouw. Ik, oh. <laughs> ik was echt ontroerd door haar liefde ja, en ja. vertrouwen ook. Ze ja. dus, zijn uh, lief mensen. Het is, ja. Uh, de, het, het is niet voor niks dat ik al langer dan 30 jaar buiten ben, hoester dan? Ja, ja. Ik ben mijn eerste liefde ja. ben ik op een onverwachte manier ben ik, uh, kwijtgeraakt. Mm. En um, ik heb heel veel respect voor mensen die met elkaar beginnen en bij elkaar blijven mm. en met elkaar eindigen. Nou, zolang dat, dat liefde is wel, want sommige <laughs> mensen blijven wel <laughs> elkaar denk je, ook wat doe je? Oh, dat is ook <laughs> mooi. Dat je elkaar echt gewoon. Ja. Oh. Maar dan zelfs op dat moment. Weet ja, je dat je ja, van ja. elkaar houdt? Ja, dat ja. maakt het bijzonder. Zie je wel? Liefde is niet altijd liefdoen. Nee. <laughs> kijk, kijk. Ik begin met mijn vragen. Oké. Okay. Ja, mag dat? Ja? Tuurlijk. Oké. Okay. Even kijken. Um, wat at je het liefst toen je klein was? Wat was je favoriete. Toen ik klein was. Ja. Yeah. Um, ik weet van mijn moeder dat ik helemaal gek op bananen was. Ah. Lekker. Ja bananen, was, ja, bananen was lekker. En ik vond uh, wit brood met honing vond dat, vond ik dat lekker. Ja, mijn kinderen ook. Wit brood wordt, wordt wat harder ja, als je Ja, ja als, ja, als ja, je Dan honing gaat de suiker erop... een beetje harder uh, worden. Ik ja. ja, Die vonden ze hartstikke <laughs> lekker. Ja. Uh, volgende. Oh, is, de, is je smaak nu heel anders? Vind je dat ja, dan nog steeds lekker? Of, nou, uh... Ik eet eigenlijk weinig bananen meer. Moet ik nou, uh, Omdat je dat niet lekker vindt? Of, uh... Nou eigenlijk wel. Ik vind het ook een wonderlijke vrucht. Hè? Dat is de beste verpakking die je maar kunt bedenken voor een vrucht. <laughs> Klopt. Dus, uh, je maakt hem uh, makkelijk open en voilà. Boterham met honing neem ik nog steeds af en toe wel eens. Ja. Oké, okay. lekker. Um, wat stel je altijd uit? Wat stel ik uit? Uh... Wereldse zaken. Ik vind dat zo lastig. Ik kan het echt als een, als een, als een, als een, als een last aan me voelen dat ik, dat ik gewoon de administratie moet doen of de rekeningen moet, moet gaan betalen. <laughs> Al die wereldse zaken die niet iets direct opleveren. <laughs> dat, uh, dat vind ik heel, heel taai vaak. Ja. Ja. Okay. Is je vrouw goed in administratie? Nee. Uh -oh. Oké, okay. <laughs> nee, nee, okay. nee, maar het gaat ook nog niet zozeer om nee, mijn eigen administratie vind ik al lastig, maar ook gewoon de bedrijfsmatige uh, yeah. administratie. Iedere kwartaal en alle kwartaalcijfers en, uh, en, en statements die we moeten maken. That's... Ik heb heel lang bij de Belastingdienst gewerkt en elke drie maanden moesten wij gewoon echt zo achter. Yeah. Ja. Hé, hey, aangifte is nog niet binnen. Mm. Aangifte is nog niet binnen. Doe het, doe het. <laughs> ja. Lastig, nee, dat, is, dat vind ik een taaien. Ja. Maar voor de rest probeer ik niet zoveel uit te stellen. Je bent niet de enige in ieder geval. Er zijn heel veel ondernemers die dat niet goed, goed vinden. Ja. Dat zou toch iets moeten zeggen? Ja, Daar ja. moeten we gewoon helemaal vanaf dan. Uh... Je had het over uh, indoctrinatie. Als jij bij... Kijk, toen ik bij de Belastingdienst werkte. Nou, tijdens zo'n opleiding. Je wordt helemaal, ik was helemaal. Pro, yeah. 100%. Yeah. En ik werd erachter. ook zelfs, ja. nou niet boos, maar ik werd geïrriteerd als mensen zeiden, ja, mm. we moeten zoveel belasting betalen. En dan, dan was ik klaar om het te verdedigen. Ja, want ja, ja. vier ja. jaar lang krijg je dat gewoon ja. en dit en dat mm. en dat. En dat. Mm. Op een gegeven moment zie je, wauw, wat een geweldige ding is dat. Mm. En nu kijk ik wel, nu dat ik helemaal eruit ben, kijk ik ook weer wat anders en mm. wat nuchterder mm. ernaar. Het keer. is zo belangrijk om zoveel mogelijk perspectieven op te bouwen in het leven, omdat we erachter komen dat als we maar vanuit één perspectief alles benaderen, dat, dat we daar niet met de waarheid mee bezig zijn. Een waarheid is 360 graden, die is niet vanaf één kant. Klopt. Dus daar moeten we toch naar blijven streven dan. <laughs> Doen we. Mijn laatste vraag. Ja. Wat zou je wensen als je drie wensen had? Eigenlijk hoef ik er maar één. Ik zou uh, wensen dat uh, alle mensen ervan overtuigd zijn dat er maar één gebod is in het leven. En dat is, uh, heb God lief boven, uh, boven alles. En zeker als je dan liefde, God is liefde. En je naaste als jezelf. En als iedereen uh, daarna zou gaan luisteren, dan denk ik dat we heel snel hemel op aarde hebben. <laughs> Toen ik de vroeg, uh, of die vraag uh, schreef vanmorgen... Zat ik ook te denken, je zegt, nou, wat zou ik als ja. drie mensen doen? Bij mij was ook alleen maar één, één Eén, mens, Dat iedereen op aarde gezond en gelukkig mm. is. Want dan mm. leef je op, op, ja, in de hemel eigenlijk. Als iedereen gezond en gelukkig is, kunnen ze ook logisch nadenken. Maar wat jij nou kunnen zegt, bij zichzelf blijven. Wat jij nou zegt vind ik wel heel mooi, omdat ik dat eigenlijk de afgelopen twee jaar heb gezien. Ik ben ergens, ben ik deze periode heel erg dankbaar omdat ja. er voor mij uiteindelijk uh, uit deze hele periode uh, heb ik mensen leren kennen die ook zo erin staan. Die zoiets hebben van, ja, maar wat wil ik nou het liefst in het leven? Ik wil gewoon gelukkig zijn. En ik gun iedereen om me heen ook dat geluk. En als ik er kan, aan, aan kan bijdragen, graag laat het weten. Ja. En die waardevolle mensen, die had ik uh, waarschijnlijk niet gezien of niet ingezien dat ze zo in elkaar staken als we deze periode ja. niet hebben gehad. Ja. Dus. Uh, dus ja, ik probeer Elen. toch overal het positieve uit te halen. Ja, dat is, halen, is duidelijk. Dat is duidelijk. Ik vergeet echt, de eerste keer dat ik jou in beeld zag, zei ik ook aan het begin van het interview. Je was net vrij. En uh, je had het over dat je. Ja, daarbinnen ze waren gewoon heel lief en mm, heel uh, mm, uh, begripvol. En je had gewoon echt een <laughs> dikke, <lib. lacht> dikke lip. <laughs> en dan <lo> <laughs> Hoe dan? <laughs> Ik zeg niet dat, je, weet je dat was gewoon naar aanleiding van wat in de ochtend gebeurd was tijdens zo'n manifestatie. Ja. Maar je kon gewoon zo rustig blijven. Je, je had een dikke lip, je was al urenlang... Uh, ja, ik was wel te goed, goed toen hoor. Ja, maar je bleef gewoon... Ja, je, Ze zijn echt lief hoor en behulpzaam en begripvol. Hij zei, ah, oh, mooi mens ben je. Jij ook. Dankjewel. Rob. Dank je voor dit gesprek. Jij ook, bedankt voor het komen. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Deel het alstublieft. En uh, hebben jullie ook opmerkingen of interessante gasten dat jullie bij mij op de bank willen hebben? Dan uh, lees ik het graag. Ik hou van jullie allemaal. En samen komen wij bij de juiste bestemmingen. Fijne dag nog. Hier praten wij over de vergeten belang van een stabiele maatschappij en verloren kracht van een gezonde burger. Wil je ons financieel steunen, scan een van de QR-codes of klik op de links onder de video. Dankjewel.